daar zijn we weer. Heel verrassend, een nieuwe review. Dit keer van de Vibaro Wally Dimmer Unit. En dit is een dimmer, zoals de naam al doet vermoeden. En deze vervangt je bestaande wandschakelaar. Het is dus geen inbouwdimmer, zoals de Vibaro Dimmer 2 bijvoorbeeld. Maar een totaal systeem. Ja, de verpakking is niet, voor de rest niet zo heel erg spannend. Behalve dat die eco-friendly is. Nou, het is op zich wel fijn dat fabrikanten daar aan denken. Maar het gaat er natuurlijk om wat erin zit. Dus ik zal hem even uit de verpakking halen. Nou, wat krijgen we dan? Een tweetal handleidingen. Of ja, dus eigenlijk één handleiding in verschillende talen. En in die handleiding, daar staat natuurlijk hoe je hem kan installeren. Maar er staat ook een aansluitschemaatje in. Je kan deze dimmer namelijk via een tweedraads of een driedraads systeem aansluiten. Dus met blauwe draad en zonder blauwe draad. Dat is op zich wel handig, want zo'n blauwe draad is niet altijd aanwezig bij een inbouwdoos. Dus op die manier kan je hem dan toch aansluiten. Nou, dan hebben we natuurlijk de dimmer zelf. Die heb ik hier. Nou, wat ik al zei, een totaalsysteem. Dus je hebt zowel de voorkant, dus de wandplaat zeg maar, als de knop, als aan de binnenkant het systeem voor de aansturing. Nou, het aansluiten dat gaat door middel van deze gaten die hier aan de achterkant zitten. Zoals je ziet zitten er twee per kanaal, zeg maar. En dan kan je bijvoorbeeld ook je draad doorlussen. Dat is wel fijn, dat scheelt weer wat ruimte in je inbouwdoos. En hier bovenin zitten schroeven om hem goed vast te schroeven. Nou, dan zitten nog deze twee klemmen. Zitten er nog aan beide kanten. Dan kan je hem echt even goed vastmaken in je inbouwdoos. Nou, als we naar de dimmer zelf kijken, zit hier aan de voorkant zit een knop. Aan de bovenkant, als je daarop klikt, dan kan je hem aandoen. En aan de onderkant doe je hem uit. Dat kan je overigens ook omdraaien. En als je hem wilt dimmen, dan denk je dat je eraan moet draaien, maar dat is niet zo. Zo ziet het er namelijk wel uit. Maar dan hou je de knop ingedrukt. En dan kan je het dimniveau bepalen. Nou, om die knop, daar zit een ledring. En die ledring die kan je allemaal verschillende kleuren maken. Je kan hem overigens ook uitzetten. Standaard, dan staat hij aan en als je dan de lamp aanzet, dan wordt hij wit. Je kan ook je eigen kleur inzetten. Dus je kan hem bijvoorbeeld rood laten zijn. Dat is natuurlijk leuk als je bijvoorbeeld een nachtlampje ervan zou willen maken. Als je dan je slaapmachine start, dan kan je hem bijvoorbeeld een gele kleur geven. En je kan ook de intensiteit van die led kan je veranderen. Je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld je alarmsysteem gebruiken. Als de alarm afgaat, dan gaat hij bijvoorbeeld rood knipperen. Dat is wel een grappige feature daarin. Als ik even die plaat eraf haal, het framepje zeg maar. We kijken dan even aan de binnenkant. Dan zie je hier ook die vier leds zitten. En je hebt natuurlijk de schakelaar zelf. En dan het framepje. Die heeft ook een speciale ring daarin zitten, zodat die led goed uitlicht. Nou, en dan hebben we nog de knop. Nou, zoals je ziet is dit een eigen systeem van Vibaro. Je hebt van dit framepje heb je ook een 2 en een 3 maten. Dus dan kan je 3 schakelaars bijvoorbeeld naast elkaar zetten. En het hele Wally systeem heeft ook verschillende modules. Zo heb je dus deze dimmer. Je hebt een gewoon een normale schakelaar. Je hebt een stopcontact en je kan ook nog je rolluiken bijvoorbeeld aansturen. Dus dan kan je mooi een één systeem daarvan maken. En je kan ook je eigen framepjes gebruiken, of de frames die je nu al, of het systeem wat je nu eigenlijk al gebruikt. Alleen heb je wel bepaalde adapters nodig. En die kan je vinden op de Vibaro website, welke systemen dat dan precies zijn. Nou, hij is te kopen voor tussen de 75 en 80 euro. Dat is natuurlijk best wel een beetje wat aan de prijs. Zeker dat als je dat vergelijkt met een dimmer 2. Die zit tussen de 40 en 50 euro.
Maar je krijgt natuurlijk wel een totaalsysteem en je krijgt natuurlijk die lettering er ook bij. Dus als je dat ook meerekent, dan nou, is het op zich nog wel te voorzien, overzien. Maar als je natuurlijk wat meer hebt, als je veel schakelaars nodig hebt, dan gaat het natuurlijk wel aantikken. En natuurlijk als je een systeem gebruikt qua wanden, qua schakelmateriaal, dan bespaar je daar natuurlijk ook wel weer wat kosten op. Dat is even wat ik wilde laten zien. Ik ga hem nu eventjes installeren op de Vibaro Home Center 2. Dus daar gaan we nu naar toe. Nou, ik ga hem even installeren op de Vibaro Home Center 3. Nou, de eerste stap is om de Wally zelf te installeren. Nou, dit kan je doen door de oude te verwijderen, de oude dimmer, en nou, deze aan te sluiten. In de handleidingen kan je vinden hoe dat moet. Je kan hem tweedraads en driedraads aansluiten. Dus dat moet op zich wel uit te komen zijn. Nou, als je alles hebt aangesloten en netjes dichtgemaakt hebt, dan zet je de stroom erop. Dat ga ik ook even doen. En dan moet je eventjes wachten, want dan start namelijk het kalibratieproces van de aangesloten lamp. Dus zorg ook dat je de juiste lamp meteen hebt aangesloten. Dan hoef je dit niet nog een keertje te doen. Nou, eerst brandt de led rood op en daarna gaat die blauw knipperen. En dan gaat de lamp die aangesloten is, die gaat aan en uit, verschillende dimniveaus. En op die manier kalibreert hij de lamp. En als het goed is, dan strekt ook de lamp die aangesloten is, die werkt daar ook gewoon goed. Maar uiteindelijk wordt hij dan groen. En dan geeft hij eigenlijk aan van, nou, het is gelukt de calibratie. Dus nu kan je met de lampen doen wat je wil. Dus vervolgens loggen we in op de HZ3. We gaan naar de settings. Naar devices. En we klikken op het plusje bovenin. Het is een Z-Wave apparaat, dus die selecteren we. We doen even dit vinkje aan. Want we willen graag als security mode toevoegen. En we doen start adding. En dan drukken we 3 keer op de knop van de Wally. Nou, je moet hem even goed indrukken. En dan zie je dat hij groen oplicht. En daarna geel. En dan gaat hij hem toevoegen. Nou, dat duurt eventjes. Dus hebben we even geduld. En dan geeft hij aan dat hij is toegevoegd. En dan zie ik hem hier ook verschijnen. Nou, ik heb natuurlijk de lamp of de schakelaar er aan en uit. En ik krijg een controller krijg ik mee. Nou, als we eerst even de lamp aanklikken. Dan zien we bij de Advanced zien we het verbruik. Hij staat nu niet aan, dus vandaar dat hij 0 aangeeft. En hij geeft het totaalverbruik aan. Per dag, per week, per maand. En dan hebben we nog de parameters. Nou, daar kan je wat instellingen instellen. Dus bijvoorbeeld of de led aan of uit moet. Of dat hij een vaste kleur moet hebben. Je kan ook de brightness, de standaard brightness kan je veranderen. En bijvoorbeeld ook wel handig is dat je de oriëntatie van de knoppen kan veranderen. Dus dat boven niet aan is, maar uit. Is ook wel super handig. Dus daar staan wat verschillende instellingen in. In de handleiding, en die kan je op de Vibaro website vinden, kan je even uitgebreid zien wat dat allemaal precies inhoudt. Nou, dan hebben we nog die controller. Even bij Advanced kijken. En daarmee kan je de kliks van de knop registreren. Dus als je hem bijvoorbeeld 2 keer achter elkaar zou indrukken, dan kan je daar een bepaalde scene mee opstarten. Dus bijvoorbeeld dat al je lampen in je woonkamer aangaan. Nou, je hebt daar verschillende opties in. Je kan dat op 1 keer doen, op loslaten, op vasthouden, op 2 keer klikken en op 3 keer klikken. Dat is wel een handige feature om daarmee te schakelen.
fijn dat dat erin in zit. Nou, als we dan nog even teruggaan naar het apparaat zelf, kan ik hem natuurlijk aan en uitzetten. Ik kan natuurlijk het dimniveau veranderen. Etcetera. En ik zie ook het verbruik binnenkomen. Nou, dat is even wat ik van de Wally zelf wil laten zien. Dan zal ik nu even laten zien hoe je een C maakt en wat voor opties daar je allemaal krijgt. Dus we gaan naar de settings. Nou, en met zo'n C kan je natuurlijk dingen automatiseren. Dan een C. En het C. Ik doe even blokkie. En ik geef hem even een naam. En even een mooi icoontje. Save. En dan pak ik even hier aan de rechterkant de single en die doe ik bij de triggers. Dan ga ik naar woonkamer en ik selecteer daar even de Wally. Ik had hem nog even geen naam gegeven, is wel handig om dat op zich wel even te doen. En dan heb je daar de verschillende triggers. Brightness, state, energy consumption en de power measurement. Nou, bijvoorbeeld als je de state zou doen, nou, dan heb je de aan en uit waar je dan op kan triggeren. En bij de brightness, nou, uiteraard de brightness en het niveau van het dimniveau van de dimmer. Nou, als ik hem dan ook nog even in de doelkolom doe, dat is natuurlijk een beetje raar, maar om even te laten zien wat je daar dan krijgt. Nou, dan kan je hem aan en uitzetten. Je kan natuurlijk het niveau kan je instellen. Er is een toggle-functie. Nou, je kan ook nog de energieniveau veranderen of resetten. Je kan hem increase level doen, dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van doe de 20% bij op. En je kan ook de lettering veranderen bij de aan en bij de uit zelfs. En het brightness niveau kan je ook nog veranderen. Het is wel grappig dat dat kan. Kan bijvoorbeeld, stel het alarm gaat af, dan zou je bijvoorbeeld de lettering rood kunnen maken. Stel je gaat naar bed en je hebt een scene die dat allemaal regelt. Dan zou je bijvoorbeeld de lettering op een bepaalde kleur kunnen zetten. En dan als een soort nachtlampje kunnen gebruiken. Nou, zo kan je natuurlijk mooie scenes maken met deze Wally. Nou, dat is even wat ik wilde laten zien. Op onze website kun je ook nog wat andere controllers vinden. En like vooral deze video even. En tot de volgende keer. Nou, ben ik toch nog eventjes. Wat ik nog wilde laten zien is een lampentest. Ik heb 3 verschillende lampen. Een gloeilamp, een IKEA ledlamp en een Chinese ledlamp. En we gaan even kijken wat er gebeurt als we die erin schroeven. We beginnen met de gloeilamp. Dit is eentje van 50 watt. Even voor de zekerheid de stekker er even uit. Even stroom eraf. Dan stroom hem even op. Nou, hij geeft groen aan. En dan doen we hem vervolgens aan. Nou, dat gaat uiteraard goed. Als ik hem op 75% zet, zie ik niet heel veel verschil, maar dat gaat goed. Dan op 50%. Gaat ook goed. Op 25% gaat het ook prima. Dan op 9%. Ja, het ziet nog net nog licht. En als ik hem op 4% zet, dan is hij uit. Dus deze gloeilamp, dat werkt allemaal perfect. Nou, dan heb ik nog een ledlamp van IKEA. Even kijken hoeveel watt die is. Even kijken, 11 watt. Die stoppen we er ook weer in. Dan gaan we even de stekker weer eruit. En weer erin. Nou, en hij geeft die groen aan. Zullen we eens even aanzetten. Hij gaat niet aan. Ja, oké. Nou,
gaan we die ook weer even op 75% zetten. Nou, daar zie ik niks veranderen. Dan 50%. Ja, wordt ietsjes minder, maar geen knipperingen. Dus dat gaat allemaal goed. 70%. Ook helemaal goed. Nou, laten we nog een keer die 10% proberen. Ja, gaat ook prima. Dan nog ietsjes minder. 2%. Zelfs dan geeft hij nog licht. Ja, gaat toch uit. Dus ik denk dat vanaf 10% ongeveer, dan is hij uit. Dus dat is eigenlijk allemaal prima. En dan kan ik ze even heen en weer ga. Dan blijft het licht gewoon goed constant branden. En dat is allemaal prima op orde. Nou gaan we nou naar die Chinese lamp. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel watt die is. Dat zal ik nog even opzoeken. Dan doen we weer even de stekker eruit. En er weer in. En hij geeft weer groen aan. En vervolgens zetten we hem aan. Dat geeft ook goed licht. Weer op 75%. Verandert weer niet zoveel. 50%. Zie ik ook niks veranderen. En dan gaan we nu naar de 25%. Ja, dan zie ik hem inderdaad een stuk minder worden. 10%. Nou, ik heb het idee dat hij dan niks meer doet. Ik zal hem nog ietsjes hoger zetten. Nou. Nou, dan nog even heen en weer. Gaat eigenlijk ook allemaal prima. Hartstikke goed. Dus ja, eigenlijk alle lampen die ik hier heb, die werken prima. Kijk altijd even goed of jouw lampen wel of niet werken. Dat weten vaak de verkoper wel. Dus dit was hem echt. En tot de volgende keer.